Nou, wij werden benaderd door de organisatie dat er een tentoonstelling opgezet moest worden in alle dorpen waarvan verzetstrijders afkomstig waren. En ik was contactpersoon van de heemkunde in Mariaprochie, Harbrinkhoek. En dat was de plek waar de gebroeders Vrieling vandaan kwamen. Dus vandaar dat ze ons benaderden. En je hebt dit samen met Maathuis gedaan, hè? Gerrit vooral heeft heel veel uit het heemkundearchief gehaald. Daar foto's van gemaakt, wat niet echt meer mocht. En de rest hebben we op tafels, wat we dachten dat belangrijk was, op tafels neergelegd. En we hebben de beschikking over het archief van de familie Vrieling. En dat waar we nog heel erg blij mee zijn, want hoe hadden we anders aan al die foto's en spullen kunnen komen? En daar hebben we genoeg uit gevonden. Jij bent de jongste dochter van Gerard Vrieling. Destijds moest jij nog geboren worden. Wat betekent het voor jou dat hier nu deze grote tentoonstelling gehouden wordt? Nou, ik vind het wel heel belangrijk voor het geheel dat, dat er blijvend aandacht aan geschonken wordt. Hoe was het om de man te ontmoeten die straks jouw vader gaat spelen? Nou, ik dacht het gelijk al. Toen ik die twee zag staan, dacht ik gelijk, dat is mijn vader. Ja, dat qua uiterlijk, hè. Kan jij aangeven hoe het is dat jij nu de dochter van de echte Gerard Vrieling hebt mogen kennismaken? Het is heel erg bijzonder. Ik vond het wel een beetje spannend eigenlijk. Ik had in de krant gezien wie ze was. En ik heb de brieven gelezen van haar vader, die haar vader geschreven heeft uit het kamp. En die haar vader geschreven heeft uit de gevangenis. En daar praat hij dus over kleine Betsy en over het meisje wat er nog in de buik zit. En nou, die zijn dan nu hier en die mag ik dan ontmoeten. Ja, ik speel dan de rol en tijdens het repeteren merk je ook wel dat het dus het is een cafébaas, een heel joviaal, leuk iemand. Maar door je steeds meer te verdiepen krijgt het toch wel iets meer lading. En dat is wel heel, heel bijzonder, ja. Sinds dat je dat allemaal hoort van het verzet kraakt, dan leeft het gewoon veel meer. Ik moet er nou veel meer aan denken en veel vaker. Je bent er zelf ook meer mee bezig. Je leest oude dingen na en brieven en zo die ik nog heb. En, nou ja, ik ben zelf toen die tijd wel in het kamp heb ik bezocht een keer. Het was wel heel ver. 450 kilometer was dat. Hè? Is het hier vandaan. En dat vond ik wel heel bijzonder. En daar heb ik ook die film gezien van het kamp. En dat vond ik afschuwelijk. Daar ben je echt... Ben je echt wel even mee bezig, hoor. Dat laat je niet los in hoe dat allemaal ging en hoe die mensen behandeld werden. En maar ik vind het wel heel goed om er geweest te zijn. Denk, hier heeft hij ook overal gelopen. Dat, ja, dan kan je het nog meer een plek geven, hè? Het gevoel. Ja, dat ik zonder vader was in het begin, dat vond ik natuurlijk helemaal niet leuk. Dat ik geen vader had, want de meesten hadden dus wel een vader. En wij dus niet. En dat vond ik heel erg. En vooral toen ik op de lagere school was, kan ik me nog herinneren dat er iets gemaakt werd voor Vaderdag. En dan mocht ik niet meedoen. Dan mocht ik de plantjes water geven of bord schoonvegen. En dat was natuurlijk stukken minder. Dan voelde je het gemis weer heel erg als kind zijnde. Ik sta hier bij de man die de rol van Hendrik Vrieling gaat vertolken. De enige van de verzetsmensen die destijds is teruggekeerd uit het concentratiekamp. Wat betekent het voor jou om in deze rol te kruipen? Ik moet zeggen dat het vrij veel voor me betekent. Ik ken het verhaal niet. Ik heb er op school ook eigenlijk nooit wat over gehoord. En sinds we hiermee bezig zijn, ben ik me er steeds meer in gaan verdiepen. Ook voordat ik wist welke rol ik ging spelen. En het is gewoon niet vanzelfsprekend om zo'n verzetsdaad te plegen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat zijn drijfveer was. En nou ja, ik hoop dat ik dat voor mezelf een beetje naar boven kan halen. Maar alleen ik hoorde het verhaal en het sprak me eigenlijk dusdanig aan dat ik zoiets had van ja, dit moet verteld worden. Ik kom zelf uit Wierden en tijdens de 4 mei herdenking gaf onze eigen burgemeester ook aan van dit verhaal moet verteld worden. En zodoende heb ik eigenlijk deze rol ook gepakt.